poeieren. Je geeft me een beetje poeieren, Frans. Ja, lijkt me poeieren. Kan... Daar heb je een vaste hand voor. Ja, zeker. Daar heb ik een vaste hand voor. En het moet ook een beetje, hoe zou ik het zeggen, moet ook een beetje feestelijk uitzien allemaal. Hè? Een krentje houden veel je werk al. Ja. Nu steeds een mooi krentje. Maar er is ook wel een bijlage bij nou, hè? Ja, ja. Kunnen huisjes kijken. Het wou ik om thuis, hè. Dat hebben wij niet, hè. Nee? Nee. Ik heb het niet wel welkom. Niet zo. Zwaar met zijn naam. Ja, maar in de lui was het, hè? Dat is al anderhalf uur, twee uur bezig was. Dat is niet allemaal te killen. Twintig dooien, 15 gewonden. Ja. De hele kudde uitgemoord zo'n beetje. Ja. Maar dat was in de lui. Maar ook hier in Sievenwald hebben ze al wolven gesignaleerd. Het is niet helemaal... Het is niet helemaal bevestigd geworden. In Offeren is ze... Ja, schijnbaar ook. Ook maar, gezien. Maar... Het wordt gevaarlijk in de Maas. Het wordt niet goed. Hè? Hey, ik keurde dat zaalvoetbaltoernooi, dat kerstzaalvoetbaltoernooi. Ja. Dat is... loopt op de laatste been. De man van het eerste uur, dan stopt ermee. Hermans. Ja. Of Hermses. Hermses, ja. In ieder geval... Ja, het is dus ten einde, denk ik. Het is ook zo, de deelnemers, vroeger was dat 3 dagen. 3 dagen. Maar dat was nog maar 1 dag. Ja, ook, maar dat is ook bijna geen jeugdteams, maar het is allemaal... Maar wel nog even een duimpje dat ze het zo lang hebben volgehouden. Ja, vind ik maar, 44 jaar. Dat is een mooie prestatie, proficiat. En misschien dat het nog overgenomen gaat worden. Dat is wel te hopen. Nieuwe kaarttrekkers. Ja. Dus ze zoeken nieuwe kaarttrekkers voor het... Kerstzaal. Nou, voetbaltoernooi. Die gemeente laat ook van alles aan de kettingen. Ja. Ja. Het pontje. Het pontje. Het trekpontje op het Rijnersmeer. Voor te zwemmen is het te koud. Ja. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik denk dat ze beter daar een mooie loopbrug kunnen maken. Ja, maar dat trekpontje heeft ook al wat. Maar ja, alleen, ik heb het jarenlang goed gedaan. Ja, maar tot nou niet al meer. Afgelopen jaar hebben ze hem gerenoveerd. Ja. Of nee, hè? Weet je wel. Ja. Nee, en nu is het al voor de tweede keer gelukkig alweer eruit. Want het is... Ik denk dat er de vultaarzands aan zijn zetten die alles kapot draaien. Dus trekpontje let eruit. Ja. Langer lopen. Ja, dus nog meteen die 8 kilometer route maar. Want... Ja, op Mozaïek, Toon, er is nou een oliebollenproeverij in de gang. Ja. Hè, voor de beste oliebollen, want op Mozaïek was overal verkocht, maar hier in Sievenwald. Dus dat is al 40 jaar. Dus dat 40 jaar, even proeven. Hoe nu? Hier kunnen we wel van. Smaakt goed. Wat? Niks mis met. Niks mis met. Chris mis met. Nee, ook niet. Hè. Maar dat mag dan niet, hè? Nu vraag ik me af. Want het is voor de stormvogels, hè? Voor de kast van de stormvogels. Als die daar komt fuseren. Ja, wat komt er dan? Wat gebeurt er met de oliebollen? Ja. Je wordt dan offers oliebollen. Ik denk dat het half-half wordt. Half offers, half vierbal. Ja. Lekker. Ja, het smaakt goed. Ja, Toon, niks te hebben van de weg. Ik heb gezien... Ik heb hem nog geappt. Ja, maar dat was een hele goede afgevaardigde voor mij. Ja? Ja. Alzheimer Café? Ja. Dat is hier wel heel lekker. Maar ben ik vertig. Nee, aan de vingers zo. Nachtmis, ja, ik heb ze gedeeltelijk gezien. Ja, en geen niet alleen. Nee, schijnbaar niet. Er hebben meer mensen gekeken als dat er überhaupt in de kerk kunnen. Kijk, dat is toch een goede business, een goede reclame. Ja, een goede zaak geweest. Maar nu heb ik ook gehoord dat Rick Blommet aan Pater Bruno werd overgelaten. Ja, maar de mensen moeten ook wat doen. Ja, Pater Bruno heeft de vigilis niks gedaan, dus het is echt maar een filmprogramma. Ja, en het hoofdprogramma. Ja. En de nachtmis. Ja. Want Ricky, die moest nou... Ja, dus, ja, dat was wel offeren. Ja, maar dat had de eerste kindermes wel gedaan. Ja, het de kindermes wel gedaan. Maar het is allemaal goed bekeken op Maasduin Centraal. Ja. Verhaling vatbaar, volgens mij. Zeker. En dat goed. Heel knapperig en licht van binnen. Niet zo'n zware. Dan zitten we hier in Sievenwald. Ja. Maar volgende week dus zitten we weer in Sievenwald, hè? Het bief. Dit is niks als Sievenwald. Dit is Sievenwald, wat klopt. Hier gebeurt het met z'n wat.
Volgende week zitten we hier in verband met de aankomende, hoe noemen ze dat? Prinsenbal. Ja, ja. Een van de beste opgezette hier uit de regio. Ja, dacht ik. Maar volgende week hebben we dus ook het Lachgala en wel. Ja. Dus de samenwerking van de suikerpinnen met de Maasjoerd, dat is ook volgende week zaterdag. En zo is er nog veel meer te doen. We moeten even gewoon kijken. Ja, op de agenda van de Maasduinen Centraal. Daal Dries. Oh, ja. Kom eens even één bunneke eruit halen. Ja, zonder te kieken. Zonder kieken, hij gaat er maar diep genoeg in. Gewoon flink rammelde, maar gelijk lekker zo. Ja, het is lekker, het trok allemaal in. Liefst aan het zien, hoor. Ja, dan gaan we kieken. Ik heb er een. Hier, van de HEMA. Toon, les maar even ver. Wie is de winnaar? Nicole van de Hag. Hochen, dat weet ik zo niet. Zou ik er wel een Duits in? Dat weet ik niet. Telefoonnummer staat erop. Verder weet ik het niet. Oh nee, dat is een Duits. Kom. Ja, geef maar. Nee, maar dat is een 06-nummer. Dat is gewoon Nederlands. Ja. Je wordt gebeld. 1 minuutje gratis winkelen bij de aanstaande toekomende Albert Heijn. Ja, had de hulp nodig. Wij willen wel helpen. Ja, wij komen wel helpen. Wij douwen die kamer vol. Nee, je kunt eraan. Het staat bijna voor de deur. Het staat bijna voor de deur. We wensen ook iedereen door hem alvast een fijne jaarwisseling. Ja, goed uiteinde en een goed begin. Hè? En het beste. Ja. En even op Maasduinen Centraal kijken. Want de poster. Een poster die kunnen ze van de site van Maasduinen downloaden. Ja. Kunnen downloaden, uitprinten en verder aanhangen. Post dat je uitdeelt, dat je die traditie van die blagen, dat we dat een beetje in ere houden. Ja, vind ik wel. Dat, dat die kinderen ook weten waar ze aan de deur moeten komen. Dat ze... En die in ergens staat de balen voor maar niks. Voor niks loos is. Nee, dat. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, even een duimpje onder. Ja, we gaan delen. Reageren. Ik vat nog een oliebol. Ja, ik heb nog een stukje. Hoi. Voor 3 jaar terug. Ja. Was er een die traditie in het leven op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Ja. Was hier ook een Sibuwat. Ja. Toen kwam corona. Ja, dat ging niet meer door. Nee. Corona is een beetje afgelopen. Ja. Manon, waar is nou de nieuwjaarsreceptie? Ja, dat zien wij ook beneden nog. 2023, nieuwjaarsreceptie 2023. Ja. Zet nog de tijd ervoor. Laat maar even weten. Ja.